Het kwartiertje eerder. Oh, dan hebben we een kwartiertje koffiepauze. Ja. Oh, misschien dat hij eerder kon. Op de eeuwigheid. Ik kan niet even beginnen. Nee, oké, dat kan gewoon. Je bent volgende week is gewoon je beurt, hè? Dat weet je. Je hebt nu gerouwd. Ja. Ja? Dat vroeger noemde dat een secretaris tegenwoordig is, een PA. Ja. Personal assistant. Goeie buurman. Ik heb een buurman die mijn agenda bijhoudt. Dat is prachtig. Ja, luister eens, ik heb het bed. Hoe lang zijn we al buren? Vroeger in Den Haag, nou hier. Nou, ja. In Den Haag gaan ook buren. Ja. Net zoals Wim, die heeft ook altijd over Rotterdam, terwijl die er aan de eer begrijpt wie er wordt. Ik ben nog steeds Hagenaar. Hoe is het met de hond? Oké, goed. Wij zijn gebleven bij dit laatste staartje van de schepping van licht. Ja, maar dat is alleen nog maar, het is nog steeds de eerste dag. Dus alles werkt nog niet, het is alleen nog maar geschapen. Maar het doet het nog niet. Het moet nog uit de kast gehaald. Ja, precies, het moet uitgepakt worden. Kast. Nee, moet de kast komen? Maar het licht staat onafhankelijk van de zon. Het heeft niks met elkaar te maken. Dat hebben we al gehad, het licht is geschapen, dat zweeft ergens in het. In de universum. Is het te verklaren of is het niet? Nou, dat is de verklaring. Ja, waar komt het vandaan? Ja, waar komt het vandaan? Volgens de Malbim, één theorie is dat de zon is niets anders dan een bol in het heelal, net zoals de aarde een bol is in het heelal. Alleen de zon die heeft in zich de mogelijkheid om wanneer het licht gaat ontvangen, en dat gebeurt de vierde dag, om dan uit te gaan stralen. Zonder dat licht is het een niet werkend instrument. Zo ongeveer. Hè? Andere meningen, die tweede mening die we hebben gehad, dat licht dat vindt er overal in flitsen in de hele schepping. Alleen vanaf de vierde dag gaat de knop om, de zon wordt aangezet en die verzamelt al die lichtflitsen uit het hele wijzer, die trekt die aan door een. Nou, misschien magnetische velden, die weet ik niet. Trekt die lichten naar zich toe. Zwaartekracht. Heeft de zon zwaartekracht? Oh. Dus de zon die trekt al die lichten, al die lichtflitsen aan. En dat wordt leeg in een gloeiende bol. En zie onze zon. Alleen er is nog één klein probleempje. En dat zien we op pagina 1 nog steeds. Dat is ook een kleine probleempje. Ja. En, zien we die kleine 1 links in de kantlijn? Ja. Op die hoogte, twee regeltjes daaronder, in het midden van de zin, Jezus, God, dat. Ja. En mijn naamgenoot heeft dat ook. Zonder toezo, zonder. Oh, zonder van de. Ja, zonder toezo, zonder. Ja, goed, het is altijd chique. Kijk, Jezus, de Goldora Epsilon. Het is altijd mogelijk. Adem. En dat is een onderdeel van het scheppingsverhaal dat we al eerder hebben gehad, eigenlijk. Lo shuf el hatsurishon. Alles wat geschapen is, kan terug naar de oorspronkelijke vorm. We zeiden, lo yitzadik be'or, maar dat geldt niet voor het licht. We hebben eerder gehad dat dingen, zaken die geschapen zijn, die kunnen veranderd worden, maar die verandering kan altijd omgedaan worden, terug worden gebracht naar de oorspronkelijke vorm. Dat doet mij een beetje denken aan de eerste les van natuurkunde, die ik ooit heb gehad op de HBS. En toen werd ons uitgelegd wat het verschil is tussen scheikunde en natuurkunde. Scheikunde, dat is een systeem van veranderingen die gemaakt worden en ongedaan kunnen worden gedaan.
ongedaan kunnen worden gemaakt, heeft hij het uitgelegd. Scheikunde zijn veranderingen die nooit weer ongedaan kunnen worden. Zo is het ooit uitgelegd. Kennelijk heeft dat heel veel indruk op mij gemaakt, want ja, dat is nu nog steeds. Is dat nog steeds zo? Ik weet er van zoveel. Ja, je weet dat de breking van licht, zoals die dezelfde natuurkunde weer uit dezelfde les. Ja. Als je licht laat ontstaan, dan breken ze. Hè? Dat is een bepaalde lessen later dan. Ja. Scheidingen. Ja, oké, okay, ja. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar dat was een paar lessen later. Dat maakt toch niet uit. Ik weet niet meer of dat op de donderdag of de dinsdag was. Goed. Dus alles wat geschapen is, dat kan uiteindelijk weer ongedaan worden gemaakt. Maar dat gaat, zegt de Maubilus, dat geldt niet voor licht. Dat gaat niet nog voor licht. Dat geldt wel voor duisternis. Oh, wacht even. Bevestiging. Is dat een vraag of bevestiging? Nee, is een vraag. Hè? Oh, nee, omdat jij jouw vak is. Ja. Kijk, laat even kijken. Maar hij verbindt het met de twee namen. Want licht wordt niet geschapen door de afwezigheid van duisternis. Raak, hier stalsloos met oor en ellen. Het is een licht wat wij hebben, is licht wat is voortgekomen door een verborgen licht wat eerder geschapen is. Dat komt, gaat u zo direct een beetje uitleggen. We gaan een beetje de mystiek in. Hoe weet je dat? Ja. Dat staat in de Maubim, toch? Want er staat in Moskote, Waihi Or. En er was licht. En wat betekent er was licht? Sekwar Hoyo. Dat betekent er was al licht. En er staat dus niet, er is licht geschapen, er was licht. In Kein, Er, Jeje, of zoals, hoe is het dan de mogelijkheid? Sekhoyser, Yisha, Oile, Oilom. Als de, hoe kan het dan dat geuzer, dat er was, ja, dat er is duisternis en er is licht overgebleven die niet ontstaan is door de afwezigheid van duisternis. Legijn, en daarom zegt hij, wat is er precies aan de hand? De ees, op het moment, Shoma dat hij zegt, die hier er zal licht zijn, we hoi via haar oor bereden zijn, toen op dat moment ontstaat er licht, maar Silkemiat, maar dat licht dat verdwijnt onmiddellijk, zegt hij. Kedesh Yishabatema, opdat er een systeem ontstaat dat dicht komt en dicht gaat. Dus in licht wordt geschapen meteen de mogelijkheid van het aangaan van licht en uitgaan van licht. Het komen van licht en verdwijnen van licht. Dat is onderdeel van het systeem licht. Dus je hebt niet iets van licht en duisternis. Er is licht wat verdwijnt en wat er komt. Dus het heeft niks te maken met het omdraaien van de aarde. Dat komt zo eruit allemaal. Daarom komt die telling van de dagen. Dan krijg je waarom die telling van de dagen? Want er moet een systeem gaan ontstaan. Dat zegt hij zo eruit. Dus licht is niet alleen licht. Nee, licht is een fenomeen. Want nu is het licht, dan weer duister, dan weer licht, dan weer duister. Geen duister. Ja, wat is het dan? Afwezigheid van licht. Ja. Ja, de gaussig is alleen maar het afwezigheid van licht, ja? Nee, dat heeft hij al eerder gezegd. Dat is gaussig en dat is or. Dat zijn twee verschillende componenten. Maar het licht bestaat uit aan en uit. Dat doet me een beetje denken aan, dat is wat grapjes over onze zuiderburen. Huh? Ja. En als je dan een van onze zuidenburen vraagt, kijk even in mijn auto, kijk even op een richtingaanwijzer doet. Dan zegt hij, ja, nee, ja, nee, ja, nee. Ja, dat is een goede. Heel precies voor die zuidenburen. Dus, kedij, je schabbe, temma, dat er dus een systeem ontstaat, hij noemt het temma, een soort natuurlijk gedrag, van komen en gaan. Even een vraagje. Als het licht geschapen is, er zijn licht of er komt licht over, zo het zijn. Wie doet het uit? Is dat iets wat er in die schepping van licht zit? Aan, uit, aan, uit, aan, uit?
Of is het nog een aparte opdracht en er zij even niet licht? Nee, nee. Wat ik hier begrijp, dat in dat element licht zit aan en uit, aan en uit. Oké, dat is dat zo hebben jullie het begrepen. In het licht zit ook. Ja. Je krijgt er een schakelaar bij. Ja. Nee, dat is bij Action. We aaien, maar ze gozafti. En kijk wat ik schrijf, de Persie Shayor. Op de Sefer Shayor. Novi, de potie Joodse Orwa Gosher. Daar schrijft de Malbi namelijk op die potie. Joodse Or, de vormer van licht en de schepper van duisternis. Waarom die twee verschillende woorden in Joodse Yetzirah vormen en scheppen? Joodse, dat is Yetzirah van licht. En daar zit in de schepping van aan en uit. Daar zegt de Malbi precies hetzelfde. Dus er is niet zoiets als duisternis en licht. Nee, dat is licht met het systeem waarin dat licht uit kan gaan. Moeilijk. Ja, dat gaat niet. Ik kan ook niet helemaal volgens zijn concept. Nee, wat de Malbi wel doet, hij zegt het, hij vertelt het allemaal. Maar zoals hij vraagt, hoe weten we dat? Dat zegt hij dus niet. Ja, dat niet. Daarvoor zijn we klaar. Ja, dat zijn we klaar. Ja, moet je eigenlijk verklaringen van Babi. Ja, dat zou het best zijn. Ja. Hij was ook niet altijd zonder meer aangenomen. Hij was best omstreden. Jazeker. Ja. Dat zien we straks vanaf vandaag natuurlijk. Ik weet niet, maar als het gaat over de hemelen, constellatie, wat hij daar zegt, dat is heel best. Voor sommige mensen heel controversieel. Dat is een van de dingen waarop hij dus ook beoordeeld is. Alleen hij is zo wijs en zo verstandig dat niemand tegen hem opkomt. Ja, natuurlijk. We dromen eigenlijk. En al deze zaken die ik net gezegd heb. Jezus Scheuwers die vinden hun bron. Bemokum gewoja op een hogere plek. En wat betekent dat? Shigam hoye gam beoilesel joni. Dat is niet alleen bij het licht hier op de aarde, maar ook bij de hogere, dus licht op andere plekken in de constellatie. En dat geeft je ook meteen een spirituele uitleg aan. Kemashoma Arizal, zoals de Arizal vertelt bij Eitz HaChaim, zijn werk Eitz HaChaim, Beshaar Matte Wille Matte, in het hoofdstuk dat heet Matte Wille Matte. En daar zegt hij dus, we zeggen om, dit staat er, de Bereshis Rabbo, dat is een mooie oefening voor afkorting. Ja. Dat is ook Bereshis Rabbo, dat staat in Bereshis Rabbo, in de Midras. Namelijk op de post, Vayhi Erev. En dat komt weer bij die vraag van hoe is het dag en nacht. Want dat staat toch hier ook in de post, Vayhi Erev. Vayhi Erev. Melamed, dit laat hem zien. Zo is Sedes de man in Koedemegijn. Dat al voor die tijd een systeem van tijd was. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Want er is licht. En licht gaat aan en uit. En in dat licht zit het systeem van aan en uit. Er is al iets van tijden. Er is een periode van donker en een tijd van licht. Dat is bij je eer, bij je ook. Hè? Er was licht. Het was avond. Hey, avond. Avond moet dus een bepaalde orde zijn. Precies, dus er was al een systeem. En hoe komt dat? Omdat het licht geschapen is. Van de aarde. Nou, dat gaat pas later in werken. Dat weet ik niet. Maar ja, daar hebben we niet meer nagedacht. Daar hebben we eerder van doorgedacht. Maar ja, en hoe kan dat dan? Er is nog helemaal geen zon, er is niets van Jan Egot. Nee, maar er was al een systeem van dag en nacht. Of iets dergelijks, want dit gaat uit en aan. Dat zit in het licht. Ja, maar het kan ook volstrekt willekeurig zijn. Want kijk, de orde was pas de aarde. Ja, over de tijdsduur van de dag en de nacht. Dat... Nico, is het warm genoeg? Ja, dat ik het voelde. Nee, oké dan. Nee. Dat hebben we ook al eerder gehad. Dat vraagt je ook. Voordat de vierde dag er is dat de zon gaat werken, is een periode, gelijke periode, dag en nacht over de hele aarde. Dat betekent, er is... Of het is dag over de hele aarde, of het is nacht over de hele aarde. Het is nog niet een verdeling van
de aarde draait om de zon, dat het daar dus in de schaduw komt. Het lang, daarom is het nu donker in Australië. Ja, dat hadden we nog niet. De hele aarde is verlicht, of de hele aarde is verduisterd. En hoe kan dat? Want het licht kwam niet van de zon. Het licht kwam van al dat licht wat nog niet verzameld was in de heelal. Maar er was wel iets van aan en uit. Dus die lichtflitsen die zijn er, gaan aan, gaan uit. En als ze aan zijn, dan is het op de hele aarde licht, op dit moment nog. En als het donker is, dan is het licht allemaal aan. Heeft dat te maken met de bliksem? Daar denk je aan bij lichtflitsen, ja. Maar ja, nee. Hij is ook een aanhanger van de evolutie. Zo ongeveer, ja. Het lijkt een beetje zinnen. Ja? Ja, dat is, nou ja, goed, we gaan niet even ingaan, maar het is een bevestiging dat hij inderdaad zo, dat hij daar op een bepaalde manier over denkt. Niet anti. Nee, niet conform Darwin. Maar dat is een makkelijk. Maar dat is wel iets van ontwikkelen. Ja. Darwin kan je zo theologisch maken, dat is helemaal niet moeilijk. Stiefkind, ben je op jezelf gehoord? Stiefkind, die man, ja. die maakt het theologisch. Darwinisme, een stukje Jodendom, begin. Dan kan het binnen het systeem passen van Jodendom. Maar hebben we zijn het even. Ja. En dit klinkt ook zo'n beetje. Dat is. Op het moment dat je al zegt dat alles al geschapen is in het begin, maar pas begint te functioneren later, dan heb je al iets van een revolutie. Hele rare vraag. Hij kende het begrip zwaartekracht. De mobbing? Ja. Het komt ergens voor. Dat is eigenlijk misschien de oerkracht bij al die dingen. Als je het gewoon natuurlijk kunt bekijken. Want het licht is gewoon wordt aangetrokken. Dat is een deeltje, bij wijze van spreken. Enzovoorts. En dat kan aan en uit gaan. Want als je het bij elkaar haalt, deels aangetrokken wordt, dan wordt het onderwicht. Maar het is niet blijvend licht. Dan kan je uitdoven. Dan wordt het aan en uit. Dat was het. Ja. Maar gaat hij er ooit over schrijven? Want hij schrijft op een bepaald moment, schrijft hij wel. Dat komt er ergens, ik weet niet precies. Hij schrijft wel over zwaartekracht ergens. Ja. Ik ben er wel tegengekomen. Meneer Hans Bloemendaal, die gelooft ook heel sterk in zwaartekracht. Hij gelooft niet. Dat is misschien een geloof en weten in de geloof. Ja. Ja. Hij gelooft niet. Nee, stond naast hem in shoe en toen liet hij zijn zitten vallen. Dat is niet veel gebruikt. Ja. Ik ben nieuw, zei hij. Ja, dat is, oh, gelukkig, de aarde is aan te trekken. Ja, doe dat nog. Heel droog. Dat is mooi geweest, dat je bleef zweven. Rabbi Avo, dan citeert hij vanuit die middags Rabbi Avo op die postzoek bij je erf dat er al tijdstippen waren. Melammet, zegt hij, wat betekent bij je erf? Dat komt ons te vertellen. Surya Kodesh Borgo, dat de Kodesh Borgo, boine ayomers, hij bouwt werelden. Omagrivon. Maar hij verwoest ze ook weer. De oma, en hij zegt. Dein hij nienli, bedein lo hij nienli. Deze, die bevielen me wel, deze bevielen me niet. Dus het hele proces van de schepping is niet alleen iets scheppen, maar voortdurend scheppen, verwoesten en opnieuw scheppen. Maar dan in een betere vorm, een verbetering. Dus dat is ook een vorm van evolutie. Hoe kan dat nou? Als je iets schept, dan zou het toch vermaakt moeten zijn. Ja, dat is het probleem. Dat weten wij niet. Nee. Er bestaat toch ook zoiets als een eigen wil. Dat zit erbij in. Ik weet niet of dat ook... Je denkt dat dat ook voorgeprogrammeerd is. Dat je denkt dat het je eigen wil is. Ja, de vraag die jij stelt is interessant. Die wordt behandeld in het schriftje. Je zegt, kan Kodesh Borgo iets creëren dat niet perfect is? En dat is het antwoord aan het einde. Hoe kan het dan dat dieren uitsterven, dat het extinctie is? Want als het geschapen is en is per definitie perfect, dan kan het dus niet meer bestaan. Het moet dan blijven bestaan. Er is een hele discussie tussen mensen die dan zeggen, ja, dus Kodesh Borgo heeft een imperfect heelal geschapen, dat kan toch niet? En dan komt dus een leuke opmerking. Dus bijvoorbeeld de dodo is er niet meer. Hè? De beroemde dodo is uitgestorven. Johan van Rutschius. Je hoeft niet zo ver te zoeken. Het gaat toch constant helemaal door. Nee, dat is een dier. Ja, dat is verdwenen. Althans, wat zeggen sommige rabbijnen? Vandaag de dag. Wij weten niet waar ze nog op aarde zijn. Want het kan niet zo zijn dat de dodo uitgestorven is. Nou, dat is onzin. Want dinosaurussen en alles. Ja, nee, die zeggen.
Het is dus een, het kan niet zijn, tenzij je zegt, het is een schepping en het is continu, het wordt vernieuwd enzovoort. Het lijkt het bijna over op een moment, wordt ook vernieuwd. En dan kun je, moet je het maar aannemen. Geloof is wat anders. Geloof is, dat is interessant, maar hij zit een beetje op je geloof, denk ik. Althans, ik voelde iets in het prematuurs, zou ik het zo zeggen. De ontdekking van DNA wordt een heleboel teruggevonden en terugbewerkt. Maar één dingetje. Ja, maar die dodo zou ook op die manier... Ja. Ik volg de discussie met belangstelling. Ik volg de discussie met belangstelling. Eén origineel, uit alles voortkomt. Door herschepping enzovoort. Maar niet door een rit? Ik weet niet waar een rit mag. Nee, maar daar is het vrouw uitgeschapen, toch? Dat is ook één. Ja, uit één. Oorspronkelijk is er maar één geschapen. Met andere woorden, het begrip één speelt een hele grote rol. En de vermeerdering van één. Maar Cordus Borgsloem, die schept alles vanwege, vanwege het observeringsvermogen van de mens. Als je kijkt in de tuinje bijvoorbeeld. Heel regelmatig komt dat terug, dat eigenlijk heeft de Cordus Borgsloem helemaal niets geschapen. Alles wat we hier zien, die tafel, die stoel, alles, dat is er voor de Cordus Borgsloem, maar bestaat er helemaal niet. Want alles is spiritueel in de wereld van God. Ja? Dus wat er staat, dit staat omdat er mensen zijn, is dit gebouwd. Dat is ook de reden van de hele volgorde van de schepping. Eerst de hele schepping, als ze helemaal klaar zijn, komt de mens. Ja, ik heb het huis voor jullie gebouwd, ga jongens, ja. Maar dus alles wat gedaan is, is de behoefte van de mens gedaan. Dus, of wat ik dan slaap, hè? Wij zijn ons brein. Ja. Dus kan een huis voor ons bouwen. Dat is helemaal perfect, want hij heeft het gebouwd. Maar naar de behoefte van de mens is het ineens niet meer perfect. En geworden. Vermoedelijk komt er een ander huis. Dat heeft allemaal te maken met... onze perceptie van wat er gebeurt. Maar de perceptie van God bestaat helemaal niet. Alles is spiritueel, alles is geestelijk. Dan krijg je discussie over existentie. Ja, dat is... Maar de detail komt er heel vaak voor. Het is dat Rob zei, dat hij zei, in Shema zit Cordus Borgsloem is één. Ja. Zijn naam is één, hij is één. Dat is ondeelbaar. En daar zit dus het begin van... dus een schepping uiteen. Ja. Blijf je het best gaan doen. We zien het bijvoorbeeld ook aan het eind van Paasjes Breesjes. Helemaal aan het einde. Daar staat een woord waar wij moeite mee hebben om te vertalen. Als het eind van de Paasjes. Ja, ik had eigenlijk überhaupt de Torah niet vertalen. Nou goed, dat is... Ik had alleen al zo'n... bijna niet te doen. Spurreschiet. Zodat het staat in den begin. Ik zeg, een begin. Dat betekent dat er meer beginnen zijn. Ja. Aan het einde, van het pasje bereist, dus wanneer de Torah begint te vertellen over de generatie van Noach, we Yenochem Hashem, en Hashem betreurde Kiosses Odeboys, dat hij de mens had geschapen. Iets betreurde, dat kan hem niet bij Hashem, want dat heeft te maken met eerst was het zo en nu moet het zo worden. Ja, en te betreuren is een soort gemoedstoestand. Ook dat wordt niet aan Cordus Borgsloem besteed. Ja. Nee. Dus, maar daarom wordt het woordje van Yenochem ook vertaald. Hij veranderde zijn systeem. Dan zegt hij straks, de mens heeft een vrije keuze tussen goed en kwaad. Vrije wil. Maar Cordus Borgsloem heeft voor ons een systeem geschapen. Wij gaan daar mee aan de slag. Wij hebben een bepaalde keuze. Vrijheid. Goed of kwaad, naar gelang van de keuze die wij maken, zegt de Cordus Borgsloem, dan gaan we het zo doen. Door de vrije keuze die de mens heeft gehad,
Ik neem het nog steeds hebben, maar de generatie van Noach, mensen kozen om slecht te doen. Dus Hashem veranderde als het ware zijn plan en ging nu op die manier verder. En toen kwam Ramabu. Dus wij denken te veel dat HaKadosh Baruch Hu ook functioneert in ons denksysteem, maar dat is natuurlijk niet zo. Dus, en dat zegt ook hier dus de Midrash, een citaat van de Arizal. HaKadosh Baruch Hu, die bouwt werelden. HaKadosh Baruch Hu bouwt werelden. Tuurlijk, wat hij bouwt is perfect. Alleen met ons vrije gedrag, met een vrije keuzemogelijkheid, zeggen, nou, nee, maar wij willen dat niet zo. Nou, dan wordt deze wereld verwoest en komt er een andere wereld. Er zit iets gevaarlijks. Maar, ja, oké. Okay. Ik citeer ook alleen maar. Nee, natuurlijk niet. Nee. Wacht nu maar wanneer wij de hemellichamen komen, hoe het dan gaat werken. Maar dan krijg je natuurlijk de hele menselijke interpretatie. We oma deen, hij niet lief, we deen lo je niet. Hier heb ik genot van, hier geniet ik van, en deze bevalt me niet. Maar dat is ook niet iets wat HaKadosh Baruch Hu besteed is. Maar zo vertellen wij hoe HaKadosh Baruch Hu in onze wereld zou denken. Maar wat betekent dan, als je dit zo beredeneert, naar zijn beeld geschapen? Naar zijn beeld, daar zijn heel veel uitleggen. Een van de uitleggen is, dat Kodesh Baruch Hu heeft 13 manieren hoe hij zich manifesteert. Barmhartig, kwaad, langmoedig enzovoort. Nou, zo zijn wij ook geschapen. Wij hebben dezelfde soort, dat patroon van toepassing, van manifestatie. Soms ben je boos, soms ben je blij, soms moet je geduld hebben, soms moet je ongeduldig zijn. Dat is bijvoorbeeld een van de uitleggen. Wij spiegelen ons aan de manier hoe HaKadosh Baruch Hu zich tegenover ons manifesteert. Ja. Een andere uitleg is dat ieder mens heeft een neshama in zich, een ziel in zich. En wat is die ziel? Dat is eigenlijk een stukje van het goddelijke wat van bovenaf naar beneden is gebracht op deze aarde en in ons is geplant. Dus we hebben iets goddelijks in ons. En dan dat zo zijn we naar zijn evenbeeld. We hebben, net zoals God is het, maar dat is alleen maar God. Wij hebben een klein stukje God in ons. Heel bazaal gezegd. Wat aan het eind weer teruggegeven wordt. Of genomen. Genomen. Alles is gegeven en genomen. Uit stof kom gij en tot stof zult gij wederkeren. Dat kleine Moosje die net op Joopse les heeft hij dat geleerd. En hij komt thuis en hij roept, mama, mami, kom eens boven. Mama komt naar boven. Wat is er, Moosje? Wat is er? Kijk, Moosje zit op zijn knieën onder zijn bed te gluren. Kijk, mami, er komt er een of er gaat er een. Oké. Maar dus, we zien, en dit is Kishne Hatamim, volgens die twee regels, die ik eerder over heb geschreven, Tchillen. Want ik heb gezegd, Tchillen, hoor je erf Tchillen. Eerst was het avond. Ja, want waarom staat eerst aan bij je erf, bij je welke? Bij je erf. Ja, maar Sissi, ben je goed? Nee, zo zijn we nog niet. Bij je erf. Tchillen, waarom? Kedij, Sissi, Sissi, ze manim. Omdat er al een systeem van tijd is. Koidem Telisamoris, voordat de lampen worden opgehangen, voordat de vierde dag de hemellichamen gaan functioneren. Dus er was al een systeem van duisternis en licht. Van je erf, bij je wolken. En dan begin je natuurlijk met de avond, want het was erf, en dan bij je wolken, en dan gaat het licht aan. Ja, maar je moet het eerst, is er niks, en dan gaat het uit. Dus daarom is het eerst avond, en dan. Maar er is dus inderdaad dus. Het systeem. Wat betekent eerst is er niks en dan. Nou, eerst is er niets. Ja. Dan wordt het licht geschapen. Maar dat licht gaat functioneren. En functioneren betekent niet dat het
in een aanstand is geschapen. Dus het is geschapen in een uitstand en daarna gaat het aan. En daarom is het bij je erf, bij je wakker. Het is de opvatting van boven. Ze in hoor je, want als het was, Nishar om Yudbeshoros, als het licht gewoon 12 uur aan was, hoor je Gatsiom, dan was het een halve dag, half etmaal. Beloon joch lekschers een man, jom echad, jom sheni. Dan kun je ook niet spreken over één dag en twee, en dag twee enzovoort. Aangezegd, shalom, want de tweede dag was niet compleet, was de eerste dag niet compleet. Als het zou beginnen met licht, is de dag niet compleet. Want licht betekent van uit naar aan. En van aan naar uit, maar het begint altijd van uit naar aan. Rabbi Yabo, oma. En dan zegt Rabbi Yabo, ketam shikosafti. Volgens de reden die ik eerder heb geschreven, die neem je begon je mee op rieën, want de hele periode van schepping, dus de 7 dagen, lohoye shum hayoye, was er niets essentieels, rak al de gorban, hawoye rishon. Alles wat geschapen werd, is gebouwd op een verwoesting of vernietiging van wat er al eerder is geweest. Dus na die... is er eerder scheppingen geweest. Nee, nee. De eerste dag wordt één ding geschapen. De volgende dag verdwijnt dat om dan samen met andere dingen opnieuw te komen. En de tweede dag en de derde gaan zo gaat het verder. Nou, dan heb je die soort evolutie. Doe maar geen deze, dat gooi je ook terug, maar het is even precies. Zeg het toch in de Sidur? Ja, ja, ja. Misschien, ja, dat zou het kunnen zijn. Als je al die groepen, sorry, want door het vernietigen van de eerste vorm die er is, nivnet zoals neer, wordt de tweede vorm geschapen. We zeggen je himnisch, en daar is ook een bewijs voor te vinden, maar meestje oma, zo je boine eulommers, staat hij is een bouwer van werelden. Umachriwin, en hij vernietigt ze. Keilo hij schone lui van jullie, alsof de eerste hem niet beviel. Dus er is niet een eerste dag, een tweede dag, een derde dag. Dus eigenlijk, dat is de eerste dag, die verdwijnt weer, dan komt de tweede dag van de klas. Met de componenten die de eerste dag al gezet waren, met nog iets erbij. De derde dag is een vernietiging van de eerste en de tweede. En waar bestaat die derde dag uit? Uit de componenten van de 1, 2 en 3. Het zijn dus niet allemaal onafhankelijke elementen, maar die moeten allemaal samengevoegd worden. In de patiënt eigenlijk. Ja, ik weet het niet of het in de patiënt. Een hele verregaande vraag is. Gaat hij ooit praten over het eind van de mensheid en het scheppen van een nieuwe mensheid? Want wie zegt dat wij de laatste in de keten zijn? Nee. Wie zegt dat? Nou, hij op de hemellichaam. Hij citeert wel dat die gedachtegoed van een wereld bestaat 6000 jaar en dan komt er een nieuwe schepping. Net zoals het de verse zon heeft gedaan. Ja, we zitten met de mensen in zoals we leven. Dat weet ik niet. Misschien zit daar de dood. Misschien zit de dood er daar wel in. Ja, een soort mensen. Dat is interessant. Maar laten we kijken of we dit nog even af kunnen maken. Die begon ben je een godos. Die begon ben je God, is wat bij ieder nieuw bouwsel, Olsabrië, stijgt het niveau van schepping, de Madreye Jeuze bedoelde. Ja, dus de tweede dag is qua schepping op een hoger niveau dan de eerste dag. De derde dag hoger dan de tweede dag. Enzovoort. En we horen het zo, Siemso. En het is noodzakelijk dat je dit ook vindt, zeghoorben, dus dit laten verdwijnen, vernietigen, gamba or, ook bij het licht. Zoals daarmee moet daar een mogelijkheid zijn, losur, shiyovai, gooi zich, ben kunnen. Er moet ruimte komen voor duisternis.
Mag ik even? Dat is het zwarte gat idee. Misschien. Nee, want daar wordt licht opgeslokt, als het ware. Je kan het niet zien, wij kunnen het niet zien, maar het concept licht en licht bestaat nog. En dan is het, vraag me, wat verwijten dan in? Ja. Dus een van de theorieën is dat wordt aan de andere kant weer uitgespuugd als een nieuwe creatie. Oh, oké. Okay. Dan is het weer licht. Ik heb niet gezien, ik heb meer nooit gezien. Misschien wel. Hij wist het anders. Maar hoe dan ook, hij zegt, je moet dus, licht wordt geschapen, maar licht moet weer verdwijnen, dit licht van die eerste dag, om de mogelijkheid te hebben van licht met duisternis. Maar al kein, en daarom, daar gaan we helemaal terug waar we vandaan begonnen zijn, Silikoisor heeft het licht laten verdwijnen, teken ze zorg, zo gauw begon te schijnen, beschokken bij Ito, het ging op tijd onder, kedij, dat er dan ook een soort natuurlijk voortbestaan van licht mogelijk is, maar het is nu weer verwoest, omdat er straks weer licht op een ander niveau komt, waar ook het element van duisternis in zit. Maar, alleen heb je dan de vraag, dan sluit je Lomber, Bor Hashem en zijn oorkoorden, gewoon naast precies meer. Waarom heeft hij dan toch het licht als eerste element geschapen in die zes dagen? Waarom juist licht? Kosmofosjem, omdat, zo schrijven de verklaarders, daar is de man het niet op mee eens overigens hoor, dat zullen we zo zien. Want je moest nou eenmaal in het systeem hebben van dag en nacht. Nou, daar heb je licht voor nodig. En we gaan de dagen tellen. Dus de eerste dag, tweede dag, maar dan moet er al licht zijn. Dat zegt de Mefosjem, verklaard. Maar, de enzen maskuut. Zegt de man, dat is niet voldoende. Nee, want de mens heeft het licht nodig, maar er gaat ook iets geschapen kunnen worden wat geen licht nodig heeft. Misschien? Ja. Maar hij zegt, waarom is het niet voldoende? Dat je hebt dag en nacht, of je dagen ga je tellen.